Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. Het is avond, we zijn hier aan het kanaal. Ik ben net even gaan voeren op een andere stek. Ik heb hier een lekker mixje gemaakt van ongeveer 1/3 emmer vol met mais en tijgenoten. Dan heb ik er ook flink wat bodies bij gedaan, ik denk ongeveer 1,5 kilo. Dan gaan we nu maar eventjes alles mixen. Dan gaan we alles eventjes verspreid voeren en dan gaan we hier morgen weer terugkomen. Dan staan we nu op de brug en gaan we maar eventjes flink wat voeren. Nu zijn we de spullen uit aan het pakken. Op een stek, wat echt wel een mooie plek is. Een mooie splitsing staat hier recht tegenover, die ik zo nog even laat zien. Maar nu gaan we even snel de tent en de andere spullen opzetten. Maat van mij is er ook weer bij. Ik hoop dat we vandaag iets gaan vangen. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Het is erg warm vandaag geweest, zo'n 32 graden. En morgen wordt het ook weer zo warm. Dus ik denk dat we het echt van de nachten en van de ochtenden moeten hebben. Dus ik ben benieuwd of we er een uit kunnen gaan trekken. Ik ga weer vissen met het helikoptersysteem. Met eraan een onderlijn van zo'n 30 centimeter lang. Met een knijplootje. De onderlijn is gekoot tot aan het knijplootje ongeveer. Dan is het hele gedeelte gestript. Ook de her is gestript. En dan heb ik er een haakje aan in haakmaat 6. En dan heb ik er 2 18 mm bodies aan van de Arbei Kokos. Aan mijn andere hengel eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook weer een onderlijn van zo'n 30 centimeter lang. En dan heb ik er in plaats van de Arbei Kokos nu 2 Chili Cheese bollies aan. Ook in de 18 mm. Dus we gaan 2 hengels sowieso met groot aas vissen. Hopelijk gaat er een mooie vis uitkomen. Aan mijn andere hengel eigenlijk ook weer hetzelfde. Alleen dan een iets kortere onderlijn. Deze onderlijn is maar zo'n 20 centimeter lang. En hieraan zit de testbolly in de 18 mm. Alle drie de hengels die liggen op zijn plek. Mijn linker hengel die ligt hiervoor aan eigen kant. Dan heb je hier aan de overkant heb je een gedeelte waar dus grote boten aan kunnen leggen. Want een stukje verderop hier, daar heb je een slice. En hier heb je dus een mooie punt. Want hier aan de achterkant, daar loopt een slootje die helemaal vol staat met lelies. Echt een mooie plek dus. Dus hier heb ik 1 hengeltje neergelegd. En ik heb hier 1 hengeltje voor de lelies neergelegd. Dan hier nog 2 hengels van de maat van mij. 1 hengeltje hier aan eigen kant aan de rechterkant. En dan hier nog 1 hengeltje. Die ligt hier midden in de vaargeul. Nou is maar weer afwachten en hopen op een mooie vis. Vorige keer hebben jullie gezien hoeveel brasems ik wel niet heb gevangen. Ik heb er samen met Dimmy wel een stuk of 30 gevangen. Dus dat verdient een mooi Bream King shirt. Ik heb hier allemaal verschillende soorten bodies liggen waar we mee aan het vissen zijn. Daar heb ik ook mee bijgevoerd. Zo'n 300 tot 500 gram per hengel. En dit moet ik hem gaan doen voor aankomende nacht. Kijk eens aan jongens, een uur of 8 ochtends en de hengel die ging er vol vandoor, voor aan het kantje, op de Arbei Kokos 18 mm. Toch een mooi visje als resultaat en met de maat is van de nul af. Dat werd ook al eens tijd. In ieder geval een mooie vis als resultaat. Dus we gaan hem maar terugzetten en dan gaan we snel het hengeltje weer inleggen. Want wie weet zitten er nog meer karpers. Kijk eens aan. De vis ligt alweer in de sling. Hij zou wel goed uitgeput zijn, maar dat hoort erbij. Zeker met deze warme temperaturen moet je ook altijd goed zorgen dat de vis goed nat blijft. Hij begint bij te komen en dan zwemt hij dan ook aan. Maat van mij heeft vanmorgen dus een vis gevangen. We gaan nu maar eventjes afwachten tot ergens in de middag. We gaan nog eventjes de hengels opnieuw ingooien. En als ze dan op de plek liggen en het wordt niets, dan gaan we straks even ergens zwemmen om af te koelen. Het wordt zo'n 33 graden vandaag, dus dat wordt echt branden. Dan kunnen we het beter 's avonds weer proberen, want ik denk dat het sowieso wel niets gaat worden.
S'avonds en 's ochtends heb je vaak toch meer kans. En zeker met deze warme dagen. Dus we gaan nog eventjes afwachten tot de middag. En als het niks is, dan gaan we vanavond ook alweer op een andere stek zitten waar we gisteren hebben gevoerd. Het is ondertussen 2:00 en het blijft maar erg rustig. De zon die staat hier op te branden en het is ongeveer 30 graden. Dus we gaan zo maar inpakken. We zijn rustig aan, al de dingetjes bij elkaar aan het rapen. Het is verder wel een mooie stek hier. Je hebt hier dus een heel mooi gedeelte kanaal liggen tot aan de sluis. En hier heb je dus een splitsing die naar een slootje gaat. Op dat slootje heb je allemaal waterlelies. Maar dat is niet waar de vis vanochtend vandaan kwam. Die vis die kwam gewoon hiervoor van de kant. Het gaat hier zo'n 3 meter meteen naar beneden. Er zijn vaak wel de fijne kanten. Je kan gewoon vlak tegen de kant aan liggen. En je toplood gewoon direct onder je hengeltop laten zakken. En dan heb je je lijn gewoon strak over de bodem liggen. Het is hier wel echt een mooi gedeelte. We gaan hier nog wel eens een keer vaker zitten. Maar ik hoop natuurlijk dat we vanavond meer succes hebben op de plek waar we gisteren hebben gevoerd. We zitten op de volgende stek en we hebben de hengeltjes in liggen. Het is bijna 9:00 en de zon die gaat erachterin onder. Ik heb zelf 2 hengeltjes daarachter bij de brug staan. Die heb ik eentje hier aan de eigen kant onder de brug liggen. En eentje hier naar die palen aan de overkant bij de brug. Dan heb ik hier nog een losse hengel staan. En die ligt hier in het midden bij de brug. Dan heeft mijn maat nog 2 hengels in liggen. Deze hengel die gaat hier naar de overkant, naar de palen toe. En deze linker hengel die gaat hier voor aan de eigen kant. Ik ben hier 's middags, toen ik ophield bij de vorige stek, ben ik hier nog eventjes gaan voeren. Op iedere stek waar ik de hengel neer wou gaan leggen, heb ik een volle schep met maïs neergegooid. Meer ook niet, en dat moet voldoende zijn. Net even een flinke hand bollies per stek eromheen gegooid. En dan nog even een schepje met particles. Maar wel een klein schepje. En nou maar hopen dat we al snel een aanbeet kunnen krijgen. Ik heb er wel vertrouwen in, want toen ik net die hengel in aan het gooien was, toen zag ik hier bij de palen al een vis wegschieten. En dat is dus ook de plek waar ik gevoerd had, dus dat geeft altijd wel wat meer vertrouwen. Kijk eens aan jongens, weer echt een grote brasem hebben we eraan zitten. Dit is echt niet waar we op zitten te wachten. Hopelijk gaat er zo een karper aankomen. Het is nog vroeg, dus in principe moet het nog gaan lukken. We staan hier even op de brug te kijken of er iets van vis te zien valt. Maar het is maar een erg dode bedoeling. Het is ook super warm op dit moment. Het is inmiddels ook alweer middag. Dus ik denk dat het tijd wordt om zo toch maar de spullen in te gaan ruimen. Dan gaan we nog één nachtje naar een verenigingswater. En daar moet het sowieso goed gaan komen. Je ziet hier echt een enorm groene laag die helemaal over het water heen gaat. Het is echt heel erg dit jaar. Vorig jaar was dit lang niet zo erg. Nu is het echt een flinke laag waardoor je eigenlijk niet eens door het water heen kan kijken. Ondertussen is het alweer avond en zijn we aangekomen bij het verenigingswater. We hebben ons echt kapot gezweet. We zijn naar de stek toe gegaan waar we eindelijk wouden gaan zitten. Echt helemaal aan de andere kant van de vijver. Toen lag er een rotte vis te stinken. Dus toen zijn we maar een stuk verder gaan zitten. Dat was echt niet uit te houden. Ik ging al meteen over mijn nek van die geur. De hele dag die zon heeft er waarschijnlijk op zitten branden. En dan gaat het rotten nog extra snel. Nu hebben we de hengels in liggen en dus maar weer even afwachten. Kijk eens aan jongens, we gingen net naar de tent en toen kwam deze druktemaker eraan. Ik zette net mijn sounderbox aan, kreeg meteen een piepje. Ik ga kijken, niks aan de hand. Weer een piepje
En vervolgens deze kleine rakker die er met de bolly vandoor ging. Kijk eens aan, wat een mooi beschupte spiegel. Het is alweer ongeveer middernacht en de beesten die krioelen om je heen. Het was even een gedoe, maar dan is de vis op de kant. Toch wel echt een mooi visje en de tweede voor een maat van mij. Ook de andere kant van deze spiegel ziet er echt perfect mooi uit. Super mooi beschipt. Deze mag weer gaan zwemmen en hopelijk gaat er nog eentje bijten. En daar ligt de vis. Klaar om weer de vrijheid in te gaan. Hij moet even bijkomen, maar dan zwemt hij toch aan. Het is kei vroeg 's ochtends, jongens. Het is al bijna 5 uur. En deze kleine rakker kwam op iets wat er nog over was van de chili cheese body. Hij was echt al een stuk kleiner geworden. Er zit hier namelijk veel kreeft. Dit kleine kaartje als resultaat, waarvan ik in het begin dacht dat het een brasem was. Het was gewoon een aanbeet van een paar piepjes. Ik begin te draaien en je draait hem letterlijk zo de kant op. Dus deze vis gaat maar weer terug. Het is de troostprijs van de week. En hopelijk gaan we er nog eentje vangen, jongens. Het is niet veel. Wat een rare vis, jongens. Ik had dus eigenlijk een wekker gezet om de hengels even opnieuw in te gaan gooien. En gezien er dus redelijk wat kreeft zit die aan de bodies gaat vreten en ze dan dus een stuk kleiner worden, dacht ik van ik ga gewoon voordat het licht wordt de wekker zetten om al het aasen in ieder geval even te verversen. Toen was mijn wekker net afgegaan, toen ging ook meteen mijn pieper af. Dus daarna heb ik ook alle hengels even opnieuw ingegooid. Ook de hengels van de maat van mij. Er zitten nou weer overal goede bollies aan. En nou is maar weer afwachten. Ondertussen is het dus ochtend en is het weer licht. We gaan nog eventjes afwachten, maar het is maar vrij rustig. Ik ga nog tot 's middags blijven zitten en dan ga ik naar de andere kant van het water om nog een serie op te nemen. Dus dan gaan we nog even zien. Misschien dat we nog iets vangen, maar ik ben er bang voor met deze temperaturen. Ondertussen is het alweer 2 uur. Het is op dit moment 25 graden en het is de hele tijd bewolkt. Het heeft vanochtend ook nog eventjes geregend, maar het is de hele tijd rustig gebleven. Wat wel jammer is, want ik hoopte toch nog wel een visje extra te kunnen vangen in plaats van de kleine visje. Maar goed, volgende week dan hebben we hopelijk meer succes. Volgende week heb ik weer een meerdaagse sessie gepland samen met een maat van mij. Dan gaan we weer vissen. We moeten nog even kijken waar we naartoe gaan. Maar het gaat sowieso weer een leuke sessie worden. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie volgende week hopelijk weer terug. En hopelijk gaan we dan ook meer vangen.